zoek naar een chalet in Holsbeek, waar in de jaren 90 een vrouw dood werd aangetroffen in een regenput. Wie de vrouw is en hoe ze precies stierf, zijn de speuters nooit te weten gekomen. Een cold case die we proberen op te lossen samen met Pascal Swalens van de cel Vermiste Personen. We hebben met hem afgesproken in de Attenhovendreef, waar de chalet lag in de jaren 90. Dit zou het moeten zijn hier. Ja. We zijn eigenlijk op zoek naar de chalet. De chalet waar in 1991 eigenlijk een dame gevonden is in een regenput, waterput eigenlijk. En wat is er precies gebeurd? Op 6 augustus wordt er door de eigenaars dat toen water nodig hadden uit de regenput. En zien ze eigenlijk dat er een lichaam boven drijft eigenlijk. Ze wachten, ze gaan naar huis en ze wachten tot 7 augustus 1991 voor de aangifte te doen. Het probleem is dat die dame is in alle stilte begraven. Er is een beetje onderzoek naar gebeurd. En niemand weet wie het is. En niemand weet wie het is. Wat kunnen jullie vandaag nog doen dan eigenlijk? De bedoeling is, als we de regenput, waterput vinden, is te kijken wat zijn de mogelijkheden nu met de nieuwe technieken. Loont het nog de moeite van die laten leeg te trekken of eens te kijken? Ja, het is toch meer dan 30 jaar geleden. Het is meer dan 30 jaar geleden, ja. En hopelijk vinden we nog iets terug. Hopelijk vinden we nog iets. Okay. Hopelijk bestaat de chalet nog. Ook al. Na al die jaren blijft van het originele dossier jammer genoeg niet veel over. Er zijn nog wel enkele foto's van de kleding van de vrouw. Pascal heeft gelukkig ook een oud krantenartikel teruggevonden met een foto van de chalet. Die stond volgens het dossier in de Attenhovendreef in de omgeving van nummer 7. Ze spreken daar van 7, 8. We zitten hier al aan de 10. En dat is dus duidelijk niet. Hè. Ja. Het is duidelijk geen chalet. Pascal heeft de burgerlijke stand van Holsbeek gecontacteerd om te helpen met de zoektocht. En wat heeft u precies teruggevonden in het kadaster? Wel, in het kadaster wordt nauwgezet bijgehouden welke percelen er in de loop van de tijd bebouwd worden en welke niet. En we hebben dus een aantal chalets die we kunnen terugvinden bovenaan de Attenhovendreef. Maar het is natuurlijk al enige tijd geleden. We zullen kijken wat er nog aanwezig is. De Attenhovendreef is een afgelegen weg tussen het groen in Holsbeek bij Leuven. Er staan verschillende chalets en kleine villa's. Dus we zijn hier nu op het kruispunt met de Mereldreef en het is het tweede perceel. Dus het is niet het onmiddellijke. Dat is hier wel iets wat op een chalet lijkt. Als je kijkt tussen die boom dat af, daar tussen staat precies een chalet. Rechts van dat wit. Ja, ik zie het. Dus vermoedelijk hebben we geluk. Is dat nu afgesloten hier of wat? Ja, dat is natuurlijk een private eigendom. Ja. Pascal gaat even praten met de nieuwe eigenaar. En die geeft toestemming om aan de chalet te filmen. Het lijkt wel degelijk de chalet van op onze foto. En de waterregenput zou achter de chalet zijn. Dat is het dus, hè? Ja. We hebben het gevonden, hè? Zeg, en waar is de put? Gans van achterin ook is de put. We zullen gaan kijken. En langs waar? Langs links of rechts? Langs aan die kant. De waterput ligt goed verscholen. De eigenaar heeft dat getoond. En is ondertussen gedempt met steengruis. En hier zitten nog de restanten van de befaamde regenput waar dat die dame in gevonden is. Maar allee, Pascal, dit moet je toch echt weten. Hè? Dit is verstopt achter de chalet. Ja. Het is geen regenput in een voortuin, het is echt een... Dit is daderkennis, hè? Dat is. Dat moet je echt weten, hè? Hoe is dat lichaam dan hier aangetroffen? Omdat ze geen ander water hebben, is de man naar de regenput geweest en is er water komen halen. En heeft toen gezien dat er twee benen uitstaken, ingepakt in een zak. Hij heeft dat terug niet gedaan. Hij heeft dan aan zijn madame gezegd, kijk... Ik heb dat gezien, maar we gaan nu naar huis. Ze zijn naar huis gegaan. Het is maar een dag, dus een dag daarna. Dat is eigenlijk naar de veldwachter toen gebeld om voor de aangifte. En hoe lang zou het lichaam daar gelegen hebben? De wetsdokter sprak van 2 jaar vermoedelijk in het water. Maar je weet, waterlichaam is heel moeilijk. Mogelijk is de vrouw vermoord en hier gedumpt. Maar de politie wil geen enkele piste uitsluiten. Wat kan u over de vrouw vertellen? Het is een dame, klein van gestalte, 1,54 meter. Zou tussen 30 en 50 jaar oud zijn. Onverzorgde tanden,
En eigenlijk de bovenste tanden ontbraken, wat zou kunnen wijzen op een prothese. Eigenlijk was ze zomers gekleed. Eigenlijk past dat wel met het tijdstip van vinden, want ze had een geruite short aan. Ze had een hemdje aan van Surf en Sea. En had ook een bruine, beige, gebreide pull aan. Die put is nu dichtgemaakt, maar de kans bestaat dat je hem toch nog open doet. Dat is momenteel de vraag nu, een goede vraag zelf. We weten van in de PV's dat het nooit niet volledig bekeken is. Dus eigenlijk, voor goed te zijn, zou die moeten volledig uitgeschept worden en alles gezeefd door mensen van de DVI, met de mensen van de civiele bescherming, om te zien dat er toch niks in overblijft. Misschien zitten er nog sporen eigenlijk, die kunnen leiden, naar de dader. Ja. Eind jaren 80 verdwenen er in de regio rond Leuven twee vrouwen die mogelijk de vrouw in de regenput zouden kunnen zijn. Dit is Ilse Stokmans, een studente van 19, die in 1987 verdween nadat ze de trein pakte in Aarschot en sindsdien nooit meer werd gezien. En dan is er Maria Moens, een secretaresse van 24, die in 1989 verdween onderweg om haar dochtertje op te pikken in Ganshoren. Het DNA van deze twee vrouwen is vergeleken met het DNA van de vrouw in de regenput. En dat leverde geen match op. Ze zijn het dus zeker niet. Wij hadden altijd gedacht dat de dame van de streek is, maar volgens de schepenen, het leeft toch in het dorp Olsbeek. Iedereen weet dat, zeker naar die oudere mensen toe. Dus moest het iemand van Olsbeek geweest zijn, dan hadden we vermoedelijk wel al de naam gekregen. Dus de focus ligt eigenlijk niet zozeer op de dader, maar eerder op het slachtoffer. Hè? Hier is het belangrijk van de eerste vraag, wie is die dame? Als we daar een naam kunnen opleggen, dan kunnen we al een stuk, dan zijn we al een groot stuk in de goede richting. Dan kunnen we natuurlijk verder werken. Pascal neemt zoveel mogelijk foto's van de chalet en de regenput om het politiedossier aan te vullen. Hij hoopt dat meer informatie over deze plek kan helpen om de identiteit van de vrouw te achterhalen. Wij doen een oproep naar mensen dat die chalet kennen, of beeldmaterialen, foto's van die chalet, of gewoond hebben, of op vakantie geweest, of komen mountainbiken, noem maar op. Maar het is belangrijk dat die mensen zich ook melden. Iedere getuigenis kan belangrijk zijn. Als u tips heeft over de vrouw in de regenput of over de chalet in de Attenhovendreef, neem dan zeker contact op met de politie. Ook als u afweet van een oude verdwijningszaak die mogelijk vergeten is, dan wil de politie dat graag weten. De eigenaars van een chalet in Holsbeek bij Leuven doen in augustus 1991 een akelige ontdekking. Wanneer ze tijdens een kort bezoekje water willen ophalen uit hun waterput naast de chalet, merken ze dat er een lijk in ligt, verpakt in plastic. Het deksel ligt op de put. Uit het politieonderzoek van toen blijkt dat het gaat om een vrouw die mogelijk al 2 jaar in de waterput ligt. Mogelijk is ze met geweld om het leven gebracht en hier gedumpt. Maar de politie wil niets uitsluiten. Niemand weet wie ze is. Op het moment van haar overlijden draagt de vrouw zomerkleding met een short en een opvallend hemd met print. Interpol, de Belgische politie en ons opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar familie en naasten afscheid kunnen nemen, zodat we hopelijk de mensen kunnen vinden die verantwoordelijk zijn voor haar dood. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn? Op het moment van haar overlijden was de vrouw tussen de 30 en 55 jaar oud. Dat betekent dat ze geboren moet zijn tussen 1936 en 1961. Ze was 1,54 meter groot, dus eerder klein van gestalte. Ze had een onverzorgd gebit met wellicht bovenaan een prothese. De vrouw werd gevonden vlakbij Leuven in het gehucht Holsbeek. Daar loopt de Attenhovendreef, een afgelegen weg tussen het groen waar verschillende chalets zijn gelegen. De vrouw lag in de regenput achter een van die chalets. Als u meer informatie heeft over deze vrouw of over de plek waar ze werd gevonden, deel deze informatie dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media.